Kijk, de Russische knoop gaat als volgt, vetoknoop. Dat is gewoon wat jullie ook doen. Gewoon een platte knoop maken. En nou doen wij dus, wij Russen, wij doen dus hier, maken hier een lusje. En dan gaan jullie doen iets heel geheimzinnigs met een of andere, ja, een slang in een meertje, geloof ik, heb ik al eens gehoord. Maar wij maken gewoon nog zo'n lus. Zie je? Twee lussen. Ik zal het nog iets duidelijker maken, zo. Twee lussen. En die knopen wij over elkaar heen. Hop. De ene knoop gaat gewoon over de ene lus gaat gewoon op de andere en dan trekken we hem aan. En dat is wezenlijk anders dan wat jullie hebben. Want jullie hebben, met die tweede lus maken jullie niet. Maar wat jullie wel maken, weet ik niet. En dat wil ik ook eigenlijk niet eens meer weten, want ik doe het nou mijn hele leven zo. En dat is de Russische manier van doen. En van wie heb je dat geleerd? Van mijn vader. En was hij een Rus? Nee, hij was een. Als er iets was, was het een Balt. Maar nee, hij was eigenlijk, ja, Nederlands-Baltisch, zeg maar. Maar natuurlijk ook half Russisch, want zijn moeder was een Russin. Maar zo hebben wij het geleerd. En als je vader je eenmaal geleerd hebt de veters te Ja. strikken op één manier, Ja. dan kun je het nooit meer anders. Nee, ik heb ook de behoefte. Eigenlijk, ik zou zeer in verwarring raken als ik nu op jullie manier een knoop zou moeten leggen.